Dit is de rotonde bij de Slagenweg. En dit is een gevaarlijke rotonde? Ja. Waarom? Omdat de auto's knipperlicht niet aan. Auto's doen het knipperlicht niet aan. En wat hebben jullie gedaan? We hebben een actie gevoerd en foldertjes uitgedeeld. Ja. En de politie heeft nog gecontroleerd. Oké, hebben ze bonnen uitgeschreven? Nou, dat weet ik niet. Dat weet je niet. Nee. Heeft het geholpen? Hier wel. Ja? Ja? Zie je vaker auto's met richtingaanwijzer? Ja, soms doen ze de richtingaanwijzer niet aan. Nog steeds niet? Oké, deze heeft de richtingaanwijzer wel aan. Netjes. Die doet het goed, hè? Ja. Maar meneer Schuurhuis, u bent van Veilig Verkeer Nederland Ommen. Ja. En u heeft de tellingen gedaan. Ja. En aan de hand van de tellingen van mei en van november zien we daar toch een verbetering in. Oh, gelukkig. Gelukkig wel. Want we zijn hier bij een paar jongens die dus een brief geschreven hadden. Het was toch van die naar dat we samen met de politie en de VVN-afdeling Ommen actie ondernomen hebben. En we zien er gelukkig nu een stuk verbetering. Maar het kan nog beter. Want het is een overtreding. Ja, zeker. Ook in de wegenverkeerswet is het allemaal geregeld. Dat je bij het verlaten van de rotonde in elk geval je recht moet aangeven. Zodat degene die dus oversteken weet waar die automobilist naartoe gaat. Dat is voor jullie wel belangrijk, want jullie moeten iedere dag hier langs naar school. Ja. Ja. Dus, richting aanwijzer aan, hè? Ja. Doen jullie ook altijd je vinger uitsteken? Ja. Ja.